Mijn geslacht, ja, ik ben gewoon spirit. Dat is mannelijk, vrouwelijk. En dat zit hier in een mannenlichaam met alle hormonen en dingen en alles die daarbij komen. Ga ik graag met een mooie vrouw die ook die energie onder controle heeft, in dat lichaam zit, met de hormonen, een vrouw is, worden we samen één. Ja, dat andere mensen mogen van mij homo zijn, dan gebeurt precies hetzelfde. Alleen doe je het niet in het vlees, kan je niet voortplanten. Nou, dan kan je kinderen adopteren, weet ik het allemaal. En voor de rest is de rest gewoon allemaal verdwaald in hun aars, in hun kontje. En dan zullen er een paar hebben die ook nog het pijpen of het beffen helemaal geweldig vinden. Gewoon verdwaald in seks. Dus echt die uit liefde en dan homoseksueel zijn. Je spirit is al het. En je vindt elkaar spirit. Dan ben je één, maak je het samen één. Maar als je niet bij spirit en alleen maar vanaf het vlees, vanaf je ego en naar de lusten kijkt. Maar, iedereen kan anale seks doen, zie je toch? Homo's kunnen het, lesbisch kunnen het, dus mannen kunnen het, vrouwen kunnen het. Waarom dan? Ik wil gewoon niet met de mannen overzoenen. Ik wil gewoon spelen met billen. En daar graag een poes onder in plaats van een bal en een piemel die heen en weer slingert. Maar iedereen zijn eigen dingen.